Alle elektriciteitscentrales in ons land zijn door transportnetten voor hoge spanning met elkaar verbonden. Het gaat hier om spanningen tot 380.000 volt. Voor het doorgeven van deze en andere spanningen worden in de hoogspanningsstations verbindingen gemaakt waarvoor speciale schakelaars zijn ontwikkeld. Om deze schakelaars te kunnen testen buiten het bestaande elektriciteitsnet heeft de KEMA in Arnhem nieuwe laboratoriumruimten in gebruik genomen. Het is noodzakelijk om te weten welke hoge stromen en spanningen deze grote schakelaars kunnen verdragen. Het KEMA laboratorium verricht de beproevingen zowel voor elektriciteitsbedrijven als voor fabrikanten van schakelaars en ander materiaal in de hele wereld. Naast het nieuwe laboratorium is een tweede gebouw verrezen, waaruit de hoge spanningen die voor de proeven nodig zijn, worden betrokken. Bij de te testen schakelaars wordt nagegaan hoe deze reageren in geval van kortsluiting in het hoogspanningsnet. De resultaten van de proef die de schakelaar onbeschadigd liet, zijn direct af te lezen op een oscillogram. In dit geval ging het om een test waarvoor deskundigen uit Frankrijk naar Arnhem waren gekomen. De KEMA, afkorting voor Keuring Elektrotechnische Materialen, is in Arnhem gevestigd op dit grote terrein, waarop ergens in de jaren 50 radioactief afval werd begraven. In de vele laboratoria worden allerlei elektrische artikelen onderzocht op bedrijfszekerheid, houdbaarheid enzovoort. Zo wordt bijvoorbeeld de isolatie van een trommelwasmachine gecontroleerd door hem onder extreme omstandigheden met krachtige waterstralen te bespuiten en vervolgens na te gaan of het elektrisch gedeelte droog is gebleven. Vooral instrumenten waarin elektriciteit en water elkaar ontmoeten moeten naar de hoogste veiligheidseisen voldoen. Snoeren en stekkers worden in ons land voorzien van het KEMA-keurmerk. Dat krijgen ze overigens pas als bij uithoudingsproeven hun deugdelijkheid is gebleken. Voor die proeven zijn ingenieuze machines ontworpen. Ook het isolatiemateriaal dat tegenwoordig vrijwel uitsluitend van kunststof wordt gemaakt, wordt aan langdurige proeven onderworpen. En ook wordt nagegaan hoe sterk bijvoorbeeld wandcontactdozen en schakelaars zijn. Zo werkt de KEMA zowel in het belang van de elektriciteitsbedrijven en fabrikanten als in dat van de consumenten.